Wanneer er een stadsbus aankomt, springt het licht op groen. Daarvoor zat er een kastje onder de bus en liggen er lussen in het asfalt. Arriva heeft pas geleden een nieuw systeem in gebruik genomen. Dat werkt met radiogolven. Daarvoor zijn geen dure en kwetsbare lussen meer nodig in het asfalt. Bovendien is het systeem makkelijker in te stellen. De boordcomputer van de bus weet waar de verkeerslichten staan op basis van ingevoerde coördinaten. Als het nodig is, krijgt de bus voorrang. In de meeste gevallen gaat dat goed. Maar bij 30% van de kruispunten werkt het systeem nog niet. De bus moet wachten, waardoor de rit langer duurt. De passagier zou daardoor de aansluiting met de rest van het openbaar vervoer kunnen missen en chauffeurs hebben een kortere pauze tussen twee ritten. Volgens een woordvoerder van Arriva gaat het om slechts enkele minuten en hebben zich in Dordrecht nog geen grote vertragingen voorgedaan. De verwachting is dat het systeem eind deze maand wel volledig werkt.